Maar voor mij is herdenken een Bijbelse opdracht. Gedenk uw voorgangers die het woord gesproken hebben. En dan staat er volg hun geloof na. Zijn die de mens centraal met hun geloof. En dat geloof was, denk samen te vatten met Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God. Het werk van de drie enige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus buiten die middelaar kunnen we hem niet kennen. Maar in die middelaar hebben we alles. Thank you.